Ik ben Michel van Wijk. Ik heb een netwerkorganisatie Bewoners Amsterdam. Dat is een onafhankelijke netwerk van die bewoners en lokale ondernemers vertegenwoordigt. Probeert wel gaan vertegenwoordigen in de stadsdeelcommissies. Ik wil graag een oproep doen aan alle Amsterdammers om eens goed na te denken over hoe die stadsdeelcommissies functioneren of zouden moeten functioneren. Ze zijn bedoeld als ogen en oren van de buurt. En dat is een aanbeveling om ook echt mensen die betrokken zijn bij je buurt, bij jouw stadsdeel, te kiezen. En dat is iets anders op dat moment dan een politieke partij te kiezen. Want te kiezen voor een programma. En het programma is hetzelfde in alle stadsdelen. Dat is hetzelfde op gemeente, centraal niveau, gemeenteniveau. En dat hoeft niet goed of fout te zijn, daar gaat het niet om. Waar het om gaat is dat die stadsdeelcommissies, dat zijn de ogen en oren van je buurt. En daar moet je mensen hebben die jij kan aanspreken. Waar jij kan zeggen, ik heb een idee, ik heb een wens, ik heb een zorg. En die daar wat mee gaan doen. Dat aan de orde stellen. En dat is overstijgend, of dat is een hele andere invalshoek dan de partijinvalshoek. Dus ik roep iedereen op om daar goed over na te denken. En ik doe een aanbeveling voor Bewoners Amsterdam. Maar dat mag wat mij betreft ook een andere onafhankelijke kandidaat zijn, als er maar wel iemand is of een netwerk is wat de belangen van de buurt in de gaten houdt. Het liefst die daar dus ook gewoon actief zijn. En die de stem, de ogen, de oren en de stem van de buurt vertegenwoordigt op dat stadsdeelniveau. Zodat het iedere dag echt een stapje beter kan worden en dat kan ook.